geworden. Nog eens kijken hoe het liep in deze wedstrijd met die scherpe start dus van Mathieu van der Poel samen met zijn broer Timmerlier. Kon daar nog wel wat weerwerk bieden in het eerste deel van de strijd, maar later viel die terug met pech. En dan vond Mathieu van der Poel het wel welletjes. Zijn broer uit het wiel gereden en de enige die nog een klein beetje weerwerk kon bieden was Michael van Tournout. David van der Poel viel dan helemaal weg in de achtergrond na kettingproblemen. En de show kon dan al beginnen voor Mathieu van der Poel, die zich eigenlijk in de hele wedstrijd niet één keer bedreigd heeft gevoeld. Michael van Tournout kon lange tijd de achterstand beperken tot 10, 12 seconden, maar dan had hij een moeilijke ronde. En dan zag hij in de achtergrond dat er drie renners terugkwamen. En dat leverde een geweldige strijd op natuurlijk met Laurens Zweek, die uiteindelijk zich de beste toonde. Eli Iserbiet ook een hele goede wedstrijd gereden. Aan Mathieu van der Poel was helemaal niks te doen. Van wie heeft hem dat gekregen? Het bordje. Van de 30, Laurens Zweek op 2 dus. En Tom Meuse een hele verdienstelijke wedstrijd. En eindelijk voor hem ook nog eens een podium. Zijn derde podium nog maar dit seizoen. De top 10 gaan we er helemaal bij nemen. Met Eli Iserbiet dus op de vierde plaats. Michael van Tournout, David van der Poel, Toonaerts op een zevende plaats. Kevin Pauwels was achtste. Timmerlier, ondanks de problemen, toch nog op de negende plaats.